Denise Blondie en daarvoor Chris Cornell, Seasons, van het lijstje van Thomas Rup, journalist en schrijver, die het fantastische boek over Laura H. schreef, dat ik in ieder geval in één ruk heb uitgelezen. Ik heb echt een hele nachten wakker gelegen, omdat ik alleen maar dacht, ik moet het uitkrijgen, ik wil weten hoe het afloopt. Waarom leende dit verhaal zich zo goed voor een boek? Ja, als journalist, als je iets onderzoekt, wat er meestal gebeurt, is dat je een hele spannende premisse hebt. En hoe meer je gaat onderzoeken, hoe meer nuance erin komt. En hoe minder er eigenlijk overblijft van het spannende uitgangspunt. En bij deze zaak was het precies andersom. Hoe verder ik erin vast weet, hoe ongelofelijker en spannender dit verhaal eigenlijk werd. Ja, het is gewoon een ongelofelijke geschiedenis. Ja, heb je bij het schrijven of onderzoeken contact onderhouden met de overheid? Ja, wel. Zeker. En de overheid heeft natuurlijk ook hier een rol. Ik heb natuurlijk met het OM contact onderhouden, die de zaak tegen haar bouwde. En voor wie het ook allemaal heel spannend was, want het was de eerste vrouw die terecht stond, die terugkeerde uit het kalifaat. Ja. Dus het was voor hen ook een hele spannende zaak. Dus die absoluut. En ook al met de veiligheidsdiensten. Ja, we hebben in deze uitzending altijd een estafettevraag. Betekent dat de gast die hier gisteren was een vraag heeft aan jou, en dat jij weer een vraag mag stellen aan de gast die hier morgen is. De gast van gisteren was Tom Coronel. Heeft een vraag. Thomas, Tom Coronel hier. Ja, jij nu in het programma. Zeer interessant onderwerp. Maar ik zit toch met een brandende vraag. Vind jij dat de Nederlandse staat haar goed heeft behandeld toen zij terug naar Nederland kwam? Ja, dat vind je hele moeilijk om als journalist te beantwoorden. En zeg maar, in het boek probeer ik ook van dit soort hier een beetje van weg te blijven. Maar wat ik wel denk is, de staat had een heel ander idee van wat haar zaak inhield dan dat uiteindelijk is gebleken. En ze heeft een jaar op de terrorismeafdeling gezeten, omdat die verdenking maar in de lucht bleef dat ze misschien een aanslag kan plegen. En daar is uiteindelijk niks van overeind gebleven. Dus ik denk dat op zekere opzicht de staat zich wel verslikt heeft in haar verhaal. En natuurlijk heel bang was om een fout te maken en daardoor aansprakelijk of verantwoordelijk daarvoor te zijn. Absoluut, en dat kwam natuurlijk ook door al die media-aandacht die er kwam. Maar een van de redenen dat die zaak zo bekend geworden is ook omdat er gespeculeerd werd over die mogelijke aanslag, dat Homeland-scenario. Anders was het een stuk minder interessant, was het gewoon een meisje dat terugkwam en iets doms had gedaan. Precies. Ja, precies. Je hebt veel bronnen gesproken. Hoe heb je al hun verhalen weten te checken? Nou, er was in deze zaak eigenlijk ongelooflijk veel materiaal en documentatie voorhanden. En een heel groot geluk is dat ik het hele politiedossier heb kunnen inzien. Dus alle verhoren. En daar zitten bijvoorbeeld ook klasgenoten van de middelbare school zitten daartussen. En die mag je allemaal gebruiken. Hoe krijg je daar toestemming voor? Nou ja, toegang is het moeilijk. En als je ze helemaal hebt, dan kun je ze gebruiken. Dus ja, daar heb ik toegang toe weten te krijgen. En ja, daar zat ook. Die verhoren zijn sowieso al heel erg spannend om te lezen. Mm-hmm. En ook wel bijzonder, omdat je tot iemands hele kring eigenlijk toegang krijgt. En mensen die anders nooit met je zouden willen spreken. En in deze tijd ook makkelijker om WhatsApp-gesprekken. Wat ging het toen? MSN-gesprekken? Ik weet niet waar gecommuniceerd werd. MSN is een onderdeel van. En WhatsApp. En met name die WhatsApp-gesprekken zijn voor mij een hele dankbare bron geweest. En dat is haar vader Eugène, die op een gegeven moment mij alles heeft toevertrouwd. En dat zijn gewoon zijn hele appgeschiedenis van de afgelopen jaren. Ja. En daaraan is ook al heel veel te checken. Omdat je kan zien wat er op welke datum gebeurde. Hoe zij destijds sprak. En je hebt nooit het gevoel gehad dat daar een vorm van censuur op toegepast is? Nee. Voordat jij het te zien kreeg? Nee. Ook omdat ik ze kon vergelijken met de manier waarop die in het politiedossier stonden. Dus nee, ik weet wel dat ik de hele materialen heb. Ja, hoe kwam ze uiteindelijk los van IS? Hoe ze teruggekomen is. Nou ja, hoe ontkoppelde ze zich daarvan? Nou ja, ze kwam er daarachter, en daar is ze natuurlijk niet de enige in, dat het beeld wat zij had van dat kalifaat en wat zij daar hoopte te vinden, totaal niet strookte met de werkelijkheid die zij aantrof. Ze werd geslagen door Ibrahim, haar man. Wat was het beeld wat ze had? Een beeld van een rechtvaardige maatschappij waar ze op een of andere manier eerlijker en beter zou worden behandeld dan dat in Nederland gebeurde. Waar moslims leven zoals moslims horen te leven volgens de zuivere regels van de sharia. En ja, ze kwam met olijfbomen en wapperend wasgoed. Precies, en wapperende baarden in de warme woestijnwind. Ja. En ja, ze kwam natuurlijk terecht in een samenleving waar geweld aan de orde van de dag is. Waar je als vrouw natuurlijk geen enkele bewegingsruimte hebt. Ja, en waar Ibrahim, haar man, natuurlijk ook niet ineens verbeterd was en haar nog steeds sloeg. Maar hier kwam helemaal niemand te hulp schieten. Nee, niemand kon haar zelfs ook maar zien hoe erg ze toegetakeld was. Ja, onder de niqab. En een niqab.